Het is een verkiezing in een heel lang proces om de weg te vinden naar een democratische samenleving. En iedereen heeft er een visie op. Eén ding weet ik zeker, en dat geef ik ook mee aan de kijkers, de korte termijn visie die een heleboel politici, partijen hebben, die is nooit in het voordeel van eigenlijk duurzaamheid, weet je, van eigenlijk deze samenleving en de democratie. Ja. Dus ik zou willen zeggen van, weet je, Surinamers, sta op. Weet je, ook voor de toekomst. Ja. Weet je, net zoals Ruben Del Prado het zegt van, weet je, we moeten, hij heeft zijn partij 597, maar hij doet niet mee. Het is een, noem het een virtuele partij. Juist. Maar hij heeft gelijk, oplossingsgericht, lange termijn. Ja. Daar moeten we naartoe gaan. Wat is het brief uit? 597, hè? Vertel me. Ja. Hey, hallo. Dag. Tell me, sir. Reactie. Je hebt het net gelezen. Wat zeg je? Eerlijk. Jij bent hier als mijn litmus test. Ja. Nee, kijk. Je hebt theorie en je hebt de praktijk, hè. En dit is ook theorie, natuurlijk. De wensen. De wenselijkheden van mensen. En je gaf ook aan. Er zijn vele jonge partijen opgericht en die hadden ook wenselijkheden. Maar er is een politieke cultuur in een land en die politieke cultuur bepaalt heel erg veel. En, maar de mensen die hebben niet door wat die politieke cultuur is. Dus ik zag zolang, pas wanneer de mensen weten dat zij slachtoffers zijn van de politieke cultuur, zal het in dit land goed gaan. Want ze beginnen al met nieuwe partijen. Maar de partijen zijn net zo ze gaan uit de partij omdat de partij ondemocratisch is. Maar de nieuwe partij die opgericht wordt is even ondemocratisch vanwege die politieke cultuur. Zondagavond 24 mei 2020, de dag voordat we morgen 25 mei 2020 gaan stemmen in de verkiezingen. En ga stemmen op jouw partij. Stemmen, politiek en verkiezingen. Wat ik vanavond wil zeggen is dat politiek niet alles te maken heeft en altijd te maken heeft met kandidaten en lijsten en verkiezingen. Politiek is eigenlijk juist dat niet. Politiek betekent de bestuurlijke organisatie waarbij politici en de samenleving bij elkaar komen om de problemen van het land te bespreken en samen op te lossen. Op politiek niveau met politieke strategieën. Vanavond kondig ik aan het plan om te komen tot de politieke partij 597. Precies om dat te doen. Een netwerk van netwerken om met politieke strategieën mensen bij elkaar te brengen van de verschillende partijen met verschillende vlaggen en verschillende kleuren samen met de buurtorganisaties en de associaties en de stichtingen en de verenigingen om te kijken wat zijn de belangrijke aspecten in Suriname die wij samen moeten oplossen. 597. Dat is onze landencode. De code die mensen moeten bellen wanneer ze in contact willen komen met Suriname. 597 is het contact met Suriname. Ons land. Ga stemmen. Morgen jouw partij.